Nou, die persoon die zou komen is nu aangekomen. Want ik ga het zo meteen even de deur openmaken. Pak wel even sleutels, want hij gaat. Hij komt weer een andere tussendeur binnen. Dus ga ik even sleutels pakken en dan ga ik even binnen laten. De persoon is aangekomen, dat is. Super tof dat je kijkt naar Glonio Vlog. Mijn naam is Van der Pas, zoals iedereen weet. Ik heb een rolgordijn al lekker open gedaan. En bezig met mijn bakje koffie. Die staat te wachten. Dat ik hem onderuit haal. En hem uitzet. En dat ik hem water ga vullen ook nog. Alweer, ik weet het zeker. Vanmiddag als ik thuis kom, vergeet ik het gewoon. Zo'n type ben ik. Zou me niet verbazen als ik dat zou vergeten. Maar eerst even een heerlijke bakje koffie. En dan klaarmaken om naar richting mijn werk toe te gaan. Dan gaan we even een lekker bakje koffie drinken. En dan klaarmaken ook om te werken. Ik heb er nog 2 dagen, dus vandaag nog en morgen nog. Wat ik ook gelijk bij ga doen. Even lekker koud water, fles koud water. Dat is ook even lekker bij te doen. Ik ben weer thuis gekomen, heerlijk werken. En ik krijg elk bezoek. Waarschijnlijk. En wie dat is, ga je zo meteen wel zien. En dan ga ik eerst even lekker koffie zetten. En natuurlijk moet ik hem eerst vullen, want hij was leeg toen ik van laatst koffie ging zetten. Dat weet ik nog. Dus vandaar dat ik hem nu ga vullen. En dan ga ik lekker wachten tot die persoon komt. En dan ga ik even lekker chillen met hem. Het is een hele tijd geleden dat hij is geweest. Echt heel lang geleden. Maar eerst even deze rug zetten. Ah, ik heb er wel zin in. Kijken wat hij ervan vindt als hij weer in een pot komt. Zo, die. En ik zie dat er op ruimte dat al een nisser is. Gadverdamme. Baba. Kaatregen. Opwachten weer. In ieder geval. Ik ga nu klaarmaken lekker nog even snel broodje te eten voordat hij komt. Want ik heb weer verkeer eten gehaald voor net. En dan ga ik wachten op hem tot hij komt. En weer kerstkaarten gehad, want ik had te weinig weer. En dan de meeste van mijn collega's ga ik even kaartjes schrijven. Maar eerst even lekker eten. En koffie drinken. Nou, die persoon die zou komen is nu aangekomen. Want ik ga het zo meteen even de deur openmaken. Pak ik wel even sleutels, want hij gaat. Hij komt weer een andere tussendeur binnen. Dus ga ik even sleutels pakken en dan ga ik even binnen laten. En dan zie ik zo meteen wie het is. De persoon is aangekomen en dat is. Westside. Westside. Oh, je pies even deze. Oh ja, die zijn weg. Ja, die is zo. Westside, broer. Zo, dat is eigenlijk trouwens wel tijd geleden dat je hier bent geweest. Ja, sowieso. Want niet zo geleden. Weer, hè? Zijn... Want mijn laatste keer was het toen je een keer bij je slaap, toch? Dus jij bent hier ooit geslapen. Ja? Ja. Ja, maar dat is echt heel lang geleden, broer. Lang geleden, broer. Ja. Maar nu heb ik even lekker bakje koffie gezet. We zijn een beetje aan het kletsen over werk. En... Word ik nou gebeld? Dat heb ik zo vaak, hè? Dan hoor ik iets en dan denk ik van, wat is dat? Ben ik nog niet gebeld? Wat hoor ik nou? Wat hoor ik? Heb jij dan nooit glas van thuis? Bijvoorbeeld als je alleen bent? Van, hé, ik hoor wat? Nou, ik kan maar andere dingen, ja. In ieder geval, sowieso... Wat is... Wat we sowieso een keer laatst hebben gezien is door de opnames van tv. Dan zijn we net even anders gaan kijken, weet je dat nog? Dat is de laatste keer geweest dat we elkaar gezien hebben. Ja. Toen we bij elkaar zijn geweest. Ja, dat is... Toen hebben we aflevering van Sanne zitten kijken. Jouw vriendin? Ja. Oh ja. Dat is echt heel lang geleden. Ja, en die laatste dat is... En die laatste keer met... Van mijn opnames... Maar ik kwam op beeld op... En ook een keer met... 14 januari? Kan dat? Ja, zoek mij ook niet aan de agenda. Zo. Ik zei niet, weet je hoe hard de tijd is gegaan? Ja, het gaat zo snel, hè? Niet zeg dat wel, ja. Tijd gaat snel. Echt, tijd gaat ongelooflijk hard, voor je het weet. Zeker met die COVID-19. Ja, ook dat. Als je beseft even dat COVID-19, hoe lang het al is... Sinds maart begonnen. En we zitten nu in december. We zitten nu op.
20, 21 december nu? Voor de vlog? Maar ik ga even kijken en agenda. Wanneer dat is geweest? Echt heel lang geleden, denk ik. Als ik zit te kijken, wacht even, in oktober. Nou, als ik weet, als ik vind, dan vind ik dat zo altijd geniaal, hè. Vincent weet echt altijd alles. En ik was op inderdaad 14e, 14 januari. Ja. En 21 januari was mijn vriendin in de aflevering. Ja. Sanne. Dat is gewoon letterlijk bijna een jaar geleden. En de 18e zijn we naar Vincent gegaan. Daar kom je niet veel meer zeker? Nee, laatst tijd niet meer. Maar als alles weer voorbij is, gaan we weer... als Vincent kijkt, gaan we weer naar jou toe, jongen. Snel mogelijk. Gaan we een leuke dagje van maken. En nu is Lucky hier zo. Ja, ik weet niet waarom met de tv doen, maar ik probeer de hele tijd iets met mijn tv doen. Maar hij doet het nou wel. Ik kan radio aanzetten. We zaten net even lekker YouTube te kijken. Oh, hij is veel te hard. KPN, het netwerk van Nederland. Zaten we net even lekker... Oh ja, dan wil ik ook even jou zien. Nou wil ik jouw reactie zien, jongen. Wat jij daarvan vindt. Ik ga iets doen. Dan wil ik weten hoe jouw reactie erop is. Dus ik heb alvast paraplu's laten maken. Ronald, daar staat EPSN. Is dat nieuw? Wat is EPSN? Ja, dat is nieuw. Zo. Goedemiddag. Jouw ziet zo. Dat chill toch? Tegen een scherpe prijs. Dat laatste trip. Ja. Dat heb ik ook. Dat is het ziek. Kijk eens. Iedereen die je lief is dichtbij je, maar het moet op afstand. Wat doe je dan? Oh ja, ja, die heb ik ook. Alle keus uit miljoenen cadeaus. Jij bent maar op mijn nazen tapen dus. En breng je iedereen. Ik kan even kleur veranderen volgens mij. Nee, deze niet. Deze niet dan, nee. Kan dat niet? Nee. Oh, je hebt geen afstandsbediening? Nee, alleen deze. Waarom zo? Dan voor 1 januari. Oh, het is gewoon dit wit licht. Ja. Maar waarom had je niet met kleur gewild dan? Nou, ik vond dit ook wel prima. Dus. Okay. Waarom zou ik het moeilijk doen als het makkelijk kan? Makkelijk kan, ja. Waarom toch? Moet ik doen met je makkelijker? Ja, toch. En dan gaan we nu lekker... Ja, eigenlijk. Ja, en we gaan even lekker wel babbelen. Babbelen over werk. Dan ook nog zitten babbelen. Over COVID. Vodka aan drinken. Op tijd? Nee, spoiler, spoiler. Ik ging even naar de brievenbus lopen. Mijn eerste. Er is gekeken naar mijn deur. En waarschijnlijk dat ze morgen weer langskomen. Want morgen wordt het waarschijnlijk gemaakt, gelukkig. Dus, en... Ik ging al even naar beneden. Krijg ik ineens zo'n briefje, een envelop. Deze brief, deze papiertje. Met... deze kaart erbij van waardebon van 40 euro en ik heb mijn moeder even geappt, begeleider even geappt, Rick even geappt of Rick ook een bol.com kaartje heb gekregen. Nee, Rick heb ik niet gekregen en dan wacht de antwoord van de begeleider en mijn moeder. Ben wel benieuwd naar al wat die antwoord geven, want ik ben wel benieuwd naar of nou voor mijn moeder is, of begeleiding, of is het nou een van jullie? Laat even weten in de reactie. Ik denk dat ik de, want ik weet nog, dat was een moeilijke periode aan het begin, toen had ik een beetje moeilijk. Nou, moeilijk, ook ja, half. Maar, ik vraag me af, heb ik weer iets gekregen van jullie, van een kijker? Ik ben wel benieuwd naar, ik heb even naar Gaia gegeven, maar ik ben echt ongelooflijk benieuwd naar van wie die rouw gekregen heb. Ik ben altijd nieuwsgierig naar als ik iets gekregen heb. Ik denk mijn moeder ook niet, want ik weet hoe mijn moeder is. Die zou het dan persoonlijk geven. Dus, 40 euro. Als zou de kijken zijn, vind ik echt behoorlijk duur. Dus als het een van jullie het is, als jullie kijken, dan had jullie helemaal niet hoeven doen hoor. Dat zeg ik alvast, dat wil ik even vast bij je zeggen. Maar ja. Ik ga nu even lekker dadelijk even eten. Ik weet niet wat ik ga eten. En dat is even lekker een tostietje. Even snel makkelijk. Dus laten we dat even dadelijk doen. Ik heb lekkere tosti in het apparaat gedaan. Ik ben benieuwd of die klaar is. Ik denk het nog niet. Nou.
Mij verdoende wel, maar... Zo. En ik heb er nog één liggen. Dus die doe ik gelijk er ook in. Zo. Hoppakee. Zit die lekker in hoor. Hoppakee. En dan even 4 minuutjes wachten of zo. 5 minuutjes. En dan ga ik lekker eten. Dus laten we dat even lekker doen. En lekker eten van deze... Ga ik alleen even een bordje pakken. En dan leg ik lekker op mijn bord neer met sausje erbij. Curry saus. Dus laten we het nog even lekker doen. Ik ga 2 dingen doen. En als het goed is moet ik hier zijn. Ik heb... Oh, deze moet ik hebben. Ik heb hem al. Want ik weet niet of jullie nog weten dat ik een keer een masker heb gedaan. Ik ga nu nog een keer doen. Lijkt me superleuk. Maar wat ik dan eerst ga doen is... Ik ga dan eerst even scheren. En daarna ga ik dat masker doen. Dus laten we dat even gelijk doen. In ieder geval nu een masker. 10 à 15 minuten. Oké, weet ik dat. Maar dan ga ik eerst even scheren. En ik tel tot 3 is en ben ik klaar met scheren. 1, 2, 3. En zit erop. Maar wat we nu gaan doen is de masker. Dus ik ga hem even openknippen. Zo, en dan moet ik nu 15 minuten wachten. Dus gaan we dadelijk gaan we even timer zetten op 15 minuten. En dan gaan we wachten. Dus laten we dat even lekker doen. Even al licht uit en dan ga ik 5 minuten wachten voordat dit helemaal opgedroogd is. Ik dacht gelijk een keertje weer doen, want het is heel lang geleden dat ik dat alweer gedaan heb natuurlijk. Dus ja, ik zou niet durven zeggen hoe lang dat geleden is natuurlijk. Dus ik ga nu mijn telefoon pakken. Dus ga ik even timer zetten. Zet. Het loopt nu, mijn timer. En dan hoor je jullie wel als hij klaar is. Ik kan hem bijna eruit halen. Zo te zien, 26. Even wachten nog en dan ga ik vastlopen naar de badkamer. En dan kan over een paar minuutjes mijn timer afgaan. Dus laten we nog eventjes wachten en dan kan ik deze eraf halen. Ik voel me echt helemaal, mijn gezicht strak. Letterlijk strak. Ik heb echt... Oh. Ik weet niet eens waar ik dadelijk moet beginnen. Dan doe ik wel de bril even af. Ja. Slijten. Zo. En dan gaan we eraf halen. Even kijken waar ik moet beginnen. Zo, de knijters. Zo. Zit zelfs aan mijn haren. Moet je nagaan. Zo. Zo, oh mijn god. Oh mijn god, dit was een lekker gevoel. Nee, dit. Oh mijn god. Ah, zit zo van mijn haren. Dat was niet handig geweest. Ik had mijn haren even... iets aan mijn haren moeten doen. Maar ja, maakt niet uit, is gebeurd. Yes.
Zo, de kneters. Zo. Lekker zacht maar uit. Zo, zit zelfs hier zo. Zo, zelfs hier zo zit het. Amare, what the fuck. Dat heb ik alleen niet goed gedaan eigenlijk. Maar ja. Zelfs hier zit het ook. Zo, de knijters. Ik zit al helemaal te kijken waar ze allemaal zit. Zit op plekken waar het eigenlijk niet hoort te zitten. Zo, nu kan ik het beter zien hoe het zit. Domme bril op. Oh my god. Nou, ik ga even lekker pulken en dan laat ik haar eindresultaat zien. Ik ben er klaar mee. Ik ben nu klaar mee. Ik heb haar afgehaald. Echt, alles is eruit. Ik heb geen last meer van. En nu even lekker YouTube kijken op de computer. En lekker klaarmaken om ook nog dadelijk naar de bed in te gaan. Zit ik trouwens rustig op gemak. Ik kom net binnen. Ik ben even iets geweest te doen. Maar daar ga ik een verhaal over vertellen. Ik zit lekker rustig op mijn computer. Zit ik lekker video te kijken van Don. En ineens krijg ik een appje van Josh. En staat erin van... Yo Sander, er zit wellicht iets in je brievenbus. Dan weet je dat. Nou, ik snel naar een brievenbus lopen. En ik dacht, het zou een kerstkaart zijn. Ik doe naar beneden lopen. Doe mijn brievenbus open. Is het de sjaal van Sander Hoogendoorn? Ja. Ik weet niet of jullie het weten, met het programma Net Even Anders. Dat ik Sander Hoogendoorn heb ontmoet. Want Sander heb eigenlijk, voor mensen die niet weten, die heeft met ons programma meegeholpen over vriendschap en dat ging voor Vincent. Dus Vincent, ik wil vast zeggen, even een dikke shout-out geven aan Vincent als hij deze vlog kijkt. En ik heb deze sjaal eerder om gehad, ook even een keer vastgehouden, maar toen was het sjaal van Josh. En toen had ik hem volgens mij in getagd. En toen op het moment, dan ga ik nou een heel leuk verhaal vertellen. Kwam ik hem echt tegen. Want Vincent die kwam bij hem, bij Sander Hoogendoorn. En toen zei ik van hem, ja, vloggen, bla bla bla. En zei hij, ik weet niet of ik eerder heb, voor mensen die het niet weten. Toen zei hij op het moment, hij mijn vlogs bekeken. Dus als Sander Hoogendoorn ook kijkt, dikke shout-out naar Sander Hoogendoorn. Want wat heeft hij een mooie sjaal ook, hè. Echt, mijn naamgenoot. En vrienden. Dat is het mooiste wat je kan hebben eigenlijk. Allermooiste van allemaal. En ik heb door het programma wel wat vriendschap overgehouden. Sanne, het is meer dan een vriendschap geworden eigenlijk. En Vincent.
En eigenlijk hele team net even anders. Dat zijn sowieso ook nu, vind ik. Mijn vrienden, ik weet niet hoe er hun in staan, maar ik weet zeker dat Vincent wel sowieso wel in staat. Van wat ik zei. Alleen jammer door deze toestand dat het onmogelijk is om elkaar eigenlijk te zien. Vind ik. Want ik, ja, ik zou het wel echt weer leuk vinden. En omdat ik eigenlijk gewoon een hele vriendschap, een hele net team en net even anders weer te zien. Dat lijkt me weer gewoon weer leuk. En dat mis ik eigenlijk wel eigenlijk. Gewoon weer met z'n allen bij elkaar kletsen over het programma. Of hoe men gaat, of hoe met ze gaat. En ik weet van Vincent heb ik al eens vanaf toen nog contact. Met Vincent gaat het in ieder geval goed. En Vincent, we laten even weten in de reactie weer hoe het met je gaat ook hier. Als ik goed zeg. En misschien vinden jullie een keer leuk. Als ik en Vincent een keer bellen voor de vlog. Maar ja, Joshua, bedankt voor je show. En hij had hem een keer geëft. Hij had een keer me beloofd dat hij de show zou geven. Ik weet niet. Er was een reden van dat hij extra show kreeg van Sander Hoogendoorn. Toen dacht hij of ik hem wil hebben. Nou, ik dacht ja, prima, is goed. Geef maar. Waarom niet? Ja, dus toen heb ik show gekregen, maar het is een hele tijd geleden dat hij dat tegen me gezegd heeft. En dan krijg ik hem nu pas. Josh, volgende keer eerder aan denken. Grapje, Josh. Maar oké. Dan ga ik weer even kijken naar de vlog van Don. Ga ik weer lekker verder kijken. Het is wel een interessante vlog. Over Nick die ziek is. Ik heb nou dingen achter de computer gedaan waar ik nu mee klaar ben. Ik ga nu klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan. En lekker slapen. Dus lekker rolgordijnen dicht. En morgen komt iemand lang. Voor mijn deur, die ernaar wordt gekeken. Daar ben ik super blij mee. Wordt eindelijk opgelost dat er geen water binnenkomt. Wat ik ook nu ga doen is lekker vlog afsluiten en lekker mijn bedje in. Maar eerst even rolgordijnen dicht. En dan lekker daarna slapen. Dus, ik ga even als, wat ik al zei, rolgordijnen dicht doen. Nou, oh, dit ding wil niet meewerken. En dan nog alleen morgen werken en dan heb ik lekker weekend. Oh, wat kijk ik daarnaar uit. Dus wat ik wil zeggen is, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het top zijn als je je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik voel een zon in mijn bank, hè? Het is heerlijk. Zo, dus dan ben ik dus. Nou, ik vind één ding zo vreemd, hè? Ik heb natuurlijk hier een pakketje. Maar, er is, ik al zei.